Hallo, goeie avond. We gaan perfect lezen demonstreren, of ik ga perfect lezen demonstreren. We hebben allemaal nieuwe malletjes binnen. Die heb je als het goed is van de week voorbij zien komen op Periscope. En nou, we gaan eens even kijken hoe ze werken, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat het gewoon fijn werkt en dat het makkelijk is. Ik heb hier al eventjes wat voorwerk gedaan, want ik weet niet of het zo meteen lukt met de oven. Of ik heen en weer ga rennen of dat ik dat niet ga doen. Dan gaan we nog even kijken. Maar ik heb de uiltjes erin gedaan met mooi donkerpaars. Ik ga zo meteen de Perfect Lace aanmaken, dus dat laat ik je zien van stap tot stap hoe het gaat. We beginnen alleen even achteraan, want dit komt nu al uit de oven. Dus ik ga je even laten zien hoe je ze eruit haalt. Sorry voor het tijdstip trouwens, mochten er mensen zijn die naar bed willen, wel rusten. Dan kijk je morgen vroeg maar eventjes. Ik heb deze ongeveer 10 minuten in de oven gehad. En je kan zien, ik kan het er zo uithalen. En je hebt echt een prachtig uiltje. Van, nou ja, het lijkt wel kant, hè? Dat is het. Perfect Lace. Lace is kant. En die heb ik gemaakt. Dus even kijken, wat zit er nog meer in? Een mooie boom. Ja, hartstikke leuk je taart ermee decoreren. Oh, hij loopt vast. Even opnieuw, even eruit, even weer erin. En dan... Meestal lukt het dan daarna wel. En anders kan je hem wel terugkijken. Ja, ze zijn leuk, hè? Kijk, daar gaat het tweede uiltje. Ik wil ook echt zo uithalen. Zie, het is hartstikke flexibel. Uiteindelijk wordt het wel hard, maar op dit moment is het hartstikke flexibel. En kun je er gewoon echt het makkelijk te uithalen. Als het nog heel erg plakkerig is, dan heb je tekort in de oven gedaan. Dus dan moet je het nog wat langer doen. En als het helemaal kapot breekt, dan is het... Ja, ik zet hem ook op Facebook. Komt goed. Als het helemaal kapot breekt, dan heb je hem te lang in de oven gehad. Dus daar moet je eventjes met je eigen oog... Geen wit, kleur is duidelijker. Ja, goed hè? Dus met je eigen oven moet je even kijken hoeveel minuten het is. Het zit tussen de 7 en de 11 minuten. Ik geloof dat ik nu 8 minuten had. Maar dat ligt heel erg aan je eigen oven. En nou ja, een paar graden meer of minder maakt natuurlijk ook wel uit. Dus is het knapperig en breekt het af, dan moet je hem korter doen. Is het nog nat en plakkerig en gaat het uit model, dan moet je het iets langer doen. Het komt echt niet op secondes, maar je moet even het aantal minuten voor je eigen oven bedenken. En hier het andere uiltje. Ik zal hem hier neerleggen, dan zie je hem waarschijnlijk beter. Zo, kijk. Superleuk. Deze gaan straks op mijn Halloween dummy. Die zal op de komende beurzen ook staan. Dus we gaan volgende week naar Taart & Trends in Apeldoorn. En de week daarna staan we in Enschede op de Hand Hobby Crea dagen. En daar zal onze Halloween dummy staan met allerlei technieken die ik jullie heb laten zien. De Diamond Square zit erop en dit gaat er dus ook op. Goed, nu ga ik de lace zelf maken. Dus van het begin af aan beginnen we nu. Het is dus de Perfect Lace van Bucket Self. Die werkt echt super goed. Mooi geprijsd is die. En het is super makkelijk. Je hebt je poeder, je lace. En ik heb hier 25 gram. Je moet net zoveel gram water. Ik heb het voor de tijd even afgewogen. Dus het water erbij. Ik voel net zo'n kookprogramma hier. De garde. Ik heb hem net al even gebruikt. Dus hij is niet helemaal schoon. Maar dat komt van die paarse. En dat ga je mengen. Het hoeft geen warm water te zijn, het hoeft geen weet ik veel, gewoon kraanwater. Lekker makkelijk, dit kan je echt overal doen. Het enige wat je nodig hebt, de oven hoeft in principe ook niet, dus je zou het ook zonder oven kunnen doen. Alleen, nou ja, het versnelt het proces gewoon. Zeker als het vochtig weer is, kan het anders misschien wel een dag duren voordat het droog is. Nou ja, dan is dat natuurlijk wel een beetje lang als je er een paar wil maken. Als jullie vragen hebben, stel ze gerust, hè. Dan lees ik even op het scherm wat er gezegd wordt. Hartjes mag ook altijd. Als je het leuk vindt, even tik op je scherm. Dan komen er vanzelf hartjes. Nou, dit is het eigenlijk. Meer is het niet. Ja, dankjewel. Kijk, dit is het. Je maakt er even een soort pasta van. Even goed mengen. En dan kan je er een beetje kleurstof doorheen doen. Ik wil nu graag oranje. Nee, we gebruiken gewoon de Rainbow Dust Pro Gels voor. Die zijn daar ideaal voor. Hoef je niet met een prikkertje in te mieren. Je kan gewoon even een druppeltje eruit knijpen. Zo. En dan roeren we gewoon nog even verder. Lekker in mijn roze bakje. Knal oranje lees. Superleuk.
Even helemaal de hoekjes meenemen, zodat hij helemaal oranje wordt. Kijk. Zo. Mooie lace gemaakt. En dan gaan we eens even kijken. Ik heb nog een hele mooie rand met vlindertjes. Je kan deze echt gebruiken in alle leesmatten die je hebt. Behalve de waar zo'n pasta in moet. Die zijn een beetje dieper. Volgens mij gaat het daar niet zo lekker in. Dus dat zou ik nog niet 1, 2, 3 gaan doen. Maar we gaan even deze proberen. Hele leuke vlindertjes en een mooi smal randje. Dat vind ik wel erg leuk. Wat je doet is je gooit even een klodder erop. Ik heb deze schapen daarvoor, die is echt fijn. Ja hoor, tuurlijk Tamara, mag je het filmpje straks delen. Geen probleem. Nou, die lace die duw je er zo in. Even naar allebei de kanten strijken, dus en naar links en naar rechts. Of van links naar rechts en van boven naar beneden bedoel ik. Dus even, dan zit het goed overal erin. En wat dan vervolgens belangrijk is, is dat je een beetje alle rest eraf haalt, zeg maar. Dus dat je echt alleen nog maar de inkepingen ziet. En dat je echt alleen maar ziet waar het moet zitten en niet dat er nog meer is. Nog een keertje eroverheen. Echt helemaal schoon hebben. Je haalt ook best nog wel wat af zo. Oh, dat is niet handig. Zo. En dan vervolgens gaat hij dus in de oven. Dat is het eigenlijk. 10 minuutjes. Altijd een zootje er even omheen. Maar dat is zo erg. Kijk. Zo strak zit hij erin. Zo makkelijk is het eigenlijk. Zal ik hem er even in gooien? Dat we zo kijken of hij er ook goed uitkomt dan. Ben ik zo terug. Heel saai, ik was weg. De kookwekker zet ik even op 8 minuten. En dan gaan we even kijken. En dan, we zijn natuurlijk met de Halloween taart bezig. Heb ik ook nog deze. Ja, zo is die te zien. Spinnenwebben, dat is natuurlijk helemaal Halloween. En het leek me zo leuk op de zwarte taart om daar dan oranje spinnenwebben op te doen. Ja, die is echt super gaaf, hè. Hij staat bij ons in de webshop. www.sweetiecakeshop.nl. Hij is een beetje vies geworden, deze mat. Het piepende deur past ook bij Halloween, ja. Gewoon een keertje een beetje olie op, hè. Even kijken. Dan gaan we ook hier de oranje in doen. Oh. Dat is eigenlijk wat voor mij, hè. Oh, daar gaat mijn uiltje. Kijk, daar had het uiltje een oranje streepje. Oh, echt. This is not my day. Maar ik ben er toch. Ik denk, ik ga het toch gewoon doen. Ik wil periscopen. Het lukte elke keer niet. Even kijken. Ja, dit zie je wel iets slechter natuurlijk, want dit is dan weer oranje op oranje. Ja, lach maar, ja. Zo. Dit is dan ook leuk voor een jongenstaart, hè. Lees is toch vaak wel heel erg meisjesachtig. Nee, het is niet beter geworden, helaas. Regen en huilende kinderen en... Maar lees is vaak toch wel meisjesachtig en lief. En dan heb je hier toch eigenlijk op deze... Nou, van links naar rechts. Proberen al het overtollige eraf te krijgen. Is een beetje lastig te zien natuurlijk met oranje op oranje. Maar dat komt goed. Zo. We zijn dus perfect lace aan het laten zien. Hoe maak je dat mooi en strak? Zodat je echt een mooi randje krijgt voor op je taart. Ah, het is nog wel te zien.
Zijn er nog vragen? Als iemand wat wil weten, zal ik hier nog een beetje paars in doen. Dat is ook wel een hele leuke altijd. Wat je doet is, de pasta, het is water met de poeder van Perfect Lace, dus van Bakken zelf. En dat maak je aan met even een garde er doorheen te kloppen. En dan heb je een pasta en daarmee kun je dan je malletjes vullen. Die gaan vervolgens 7 tot 11 minuten in de oven. En daar komen ze dan flexibel uit. Zijn ze breekbaar, dan heb je te lang erin gedaan. Zijn ze nog flexibel en plakkerig, dan heb je te kort erin gedaan. Kun je hem ook gewoon direct teruggooien, hoef je niet opnieuw te beginnen of zo. Als het heel breekbaar is, dan moet je echt even opnieuw beginnen. Even je leesmatje afspoelen, zodat er geen restjes meer op zitten. En dan kan je zo verder. Nou, van links naar rechts en van boven naar onder vullen, zodat die echt goed volkomt, dat er overal wat zit, dat je zo min mogelijk gaten hebt. Er zijn allerlei verschillende soorten, allerlei verschillende merken met lees. Maar deze vinden wij echt het fijnst werken en heeft ook gewoon een mooi prijsje. Dus dat is ook wel belangrijk. Je kan er gewoon kleurstof aan toevoegen, gewoon je gel kleurstoffen waarmee je eigenlijk alles kleurt, je fondant, je spul. Oh, ik heb een vraag gemist, maar Lonneke geeft de antwoord, dankjewel. Altijd handig, hè? Goed, nou, eens even kijken. Even aan mijn bakje afsmeren wat er aan mijn spatel zit. Want dan is die spatel weer even wat schoner. Nog één keer van links naar rechts. Zo, kijk. En dan heb je hem best wel goed gevuld. Ho, mijn batterij is bijna leeg. Maar dat komt goed. Kijk. Deze is ook heel leuk om door midden te knippen en dan als half randje onderlangs je taart te doen. Je kunt nog weer een balletjesrand van fondant langs als je dat leuk vindt. Ja, het is even wachten op de oven tot die klaar is. We gaan zo de vlindertjes eruit halen en een dun randje. En dan kan je zien dat net als deze uiltjes, dat het gewoon heel erg flexibel eruit komt. En dat het echt hele mooie vormpjes zijn met allerlei verschillende dingetjes. Wat hebben we nog meer? Allemaal leuke randjes. Er zijn voor kerst al een paar hele leuke leesmatten. Volgende week staan we op Taart en Trends. En de week daarna staan we op de Hand Hobby Crea dagen in Enschede. En dan hebben we ook echt al die leesmatten bij ons. Leuke beursaanbieding. Dat doen we natuurlijk even. Dat hoort bij een beurs, hè? En dan kun je heel leuk alles zelf bekijken. En dan, nou ja, wie weet, durf je het aan na deze video. Hier hebben we dus de spinnenweb. Ik zit even te kijken. Het duurt nog 2,5 minuut tot de oven klaar is. Dus we moeten nog even geduld hebben. Geen vragen meer. Ik ga mijn uiltjes denk ik nog een keer vullen. Ik wil er nog een paar meer hebben. Want we zijn deze dummy aan het maken. Ik weet niet of die... Ik kan hem wel even laten zien. Kijk, hier komen ze zo meteen op. Daar zit de Diamond Square nog. Dat is een ander filmpje. Die kan je op Facebook nog terugvinden dat ik die gemaakt heb. En dan wil ik hier de uiltjes van Lace en uiltjes met patchwork cutters op gaan maken. Dus allemaal paarse, zwarte uiltjes. Hier wil ik spinnenweb op. Je hebt het net in huis en gaat het zaterdag proberen. Leuk. Ja, het is echt goed te doen. Kijk gerust dat filmpje nog een keertje terug. Ik zet hem straks op Facebook en dan kan je hem altijd nog zien. En hierboven moet ik nog eens even bedenken wat ik daar mee ga doen. En die zal op de beurs ook te bewonderen zijn. En in de winkel natuurlijk. Wel een vraag, maar je bent druk. Nee hoor, zeg het maar. We moeten nog 1,5 minuut wachten tot de oven klaar is. Dus we hebben wel even tijd. Hoe warm moet de oven? Oh ja, dat is heel goed. Dat heb ik nog helemaal niet gezegd. Hè? 100 graden. Ja, dus je moet wel een oven hebben die op 100 graden kan. Maar de meesten kunnen dat gelukkig wel. Dus ongeveer 100 graden. En dan ligt het er natuurlijk aan als het 90 graden wordt. Omdat je je oven alleen maar daarop in kan stellen. Dan duurt het natuurlijk ietsje langer. Als je 110 hebt, dan duurt het iets korter. Maar de meeste ovens, weet je, het is toch niet precies. Dus daarom, kijk goed waar je hem op had staan. Time het even goed. En dan weet je voor de volgende keer, graag gedaan. Weet je voor de volgende keer wel hoeveel graden en hoeveel minuten jij moet. Maar rond de 100 graden, dat is prima. Ik ga nog een paarse uiltjes maken. Oh, hij is bijna klaar. Ik denk dat ik hem eerst ga ophalen. Het is echt, je hebt ook gewoon niet veel lees nodig. Dat is er ook wel leuk aan. Het is echt maar, nou ja, ik heb dus nu 25 gram.
lees en 25 gram water. En dat doe ik nu voor de tweede keer de uiltjes mee. En ik heb nog, nou ja, ik kan er nog wel wat uit schrapen, zeg maar. En ik heb die lange daar dus al mee gedaan. Dus dat is best wel al een eindje. Zo. Even van links naar rechts. En van boven naar onder. Een paar keer heen en weer. Even schrapen, afschrapen. Kijk, daar gaat het lekker. Dus we gaan het zo ophalen. Zout komt echt niet op een paar seconden. Zo nauwkeurig is het dan ook weer niet. Nou. Zo, nou, dan ga ik straks het allemaal nog ingooien. Dan ga ik jullie niet mee lopen vervelen zo laat op de avond. Ik ga even het randje met de vlinders afhalen. Ik hoop dat die goed is. Nou, er moet nog heel eventjes. Dus wie nog wil wachten, nog heel even geduld. Dan haal ik er nog een keer eentje uit. Het is wel echt leuk om te zien. Even een minuutje kijken. Was ik helemaal klaar met mijn uiltjes? Het was een klein beetje misgegaan. Ik ging weer van boven naar beneden te hard duwen. En dan gaat het toch. Als je dan een horizontale lijn daarin hebt, dan val je daarin met je spatel. En dan gaat dat niet lekker. Dus ik ga nog even een keertje zo. Hoppakee. En dan zit die weer vol. Dus aan het einde altijd van links naar rechts. Of een beetje schuin bij deze. Hier zit ook een verticale lijn in. Kijk zo. Ja, en wat nog wel leuk is om te vertellen is als je dus klaar bent en je wil hem bevestigen, dan doe je daar dus gewoon een heel klein beetje lijm aan. Dus die lijm die doe je op de achterkant met een kwastje. En dan kan je hem zo tegen je taart aan plakken, zeg maar. En als je het wil bewaren, want je kan het ook in het voren maken, zodat je het een aantal dagen, eventueel zelfs weken zou willen bewaren. Stel je hebt een bruid, staat over een paar weken, kun je prima je leesvast gaan maken. Even tussen plastic opbergen, dat het niet uitdroogt en dat het niet aan elkaar plakt. En dan kan je het prima voor de tijd al maken. Dus dat scheelt je dan weer op het laatste moment een hoop stress en gedoe. Dus dan kun je in het voren wat doen. Nou, ik ga hem nu echt ophalen. Zo, daar was ik weer. Kijk, hij is eruit. Hij is nog een beetje heet. 100 graden is niet koud natuurlijk. Dus altijd eventjes kijken. Ik had net al even een stukje losgemaakt. En dan kon ik gewoon merken dat het heel erg plakt. En dan is het niet... kan het in de vriezer met taart en al. Ja hoor, dat is geen probleem. Dat gaat zeker wel goed. Ja, dat bewaren. Dat is ook wel even belangrijk om dat te weten. Kijk, en als je het er dan uithaalt, hij had heel ietsje langer gemogen. Dus ik moet nu even heel voorzichtig doen. Het beste kun je hem eigenlijk ook zo neerleggen. Ik zal even laten zien hoe het officieel moet. Altijd een beetje eigenwijs. Het mooiste is eigenlijk als je hem zo neerlegt. En dan zo rustig te uittrekken. Dan haal je hem het minst uit model. En dan gaat dit niet hangen, zeg maar. Zodat het eventueel uit gaat rekken. Wat lezen ook nog wel eens doet, is dat het, als het er net uit is, en dat voel ik nu hier, dat het even hard wordt. Dus dat het echt knapperig wordt. Als ik hier nu op duw, gaat hij stuk. Maar als ik het even laat liggen, dan zul je merken dat het daarna vanzelf weer zachter wordt. Nou, kijk, ik heb hem in één stuk eruit. Ik laat hem echt even liggen, want hij wordt echt hard nu. Nou, is de kunst om de vlindertjes er nog uit te krijgen. Die zijn al heel gedetailleerd, maar ook wel echt heel erg gaaf. En dan willen ze natuurlijk heel houden. Kijk. Gelukt. Superleuk. Het is echt gewoon een beetje friemelen, een beetje de leesmold naar achter duwen. Nou ja, zo heb je dan echt hele leuke vlindertjes. Nou, het gaat zelfs eigenlijk hoe langer je het doet, hoe kouder het wordt, hoe makkelijker het gaat. Kijk.
Kijk, weer twee. Nog eentje. En de laatste. Et voilà, hij is alweer leeg. Nou, superleuk toch? Het zijn echt hartstikke mooie vlinders. Kijk zo. Met een hartje bijna erbovenin. Dus, en deze ook. Hij wordt nu weer zachter, dus ik kan er nu weer mee doen wat ik wil. Dan kan je een mooi randje onderlangs je taart maken. Je zou één kant zo eraf kunnen knippen en dan heb je een recht randje. Of je doet hem iets hoger, zodat je aan twee kanten dat leuke golfje hebt. Ja, hij is leuk hè. Hij is echt een schatje. Nou ja, dat is eigenlijk de lees. Ik zit even te denken of ik daar nog wat bij. Volgens mij heb ik echt alles nu besproken. Zijn er vragen? Iemand die nog iets wil weten? Nee? Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Wat ik al zei, sweetiecakeshop.nl. Als je klikt op decoreren, dan komt het mapje eetbakkanten tevoorschijn. Daar staan alle molds die we hebben. Dat zijn er echt heel erg veel. Inmiddels staan erin. Er staat de Perfect Glaze ook in. De poeder, zeg maar. Ik zal hem nog één keer laten zien. De poeder die je aanmaakt met water. Kleurstofjes hebben we uiteraard ook. Oven moet je zelf regelen. Maar die heb je vast wel. Fijne avond nog. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.